Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolkenvelden over Nederland en er is weinig ruimte voor opklaringen de eerste uren. Maar geleidelijk breekt de zon misschien af en toe even door. In de ochtend verwacht ik er nog niet veel van. Met lokaal een enkele spat regen en temperaturen van een graad op 14. Vanmiddag vooral in het zuiden van het land een paar opklaringen, dus een klein beetje zon. In het zuidoosten kunnen we de 20 graden halen. In de rest van het land lukt dat niet. Op veel plaatsen blijft het kwik al bij 18 graden steken. De wind is matig uit het noorden tot noordwesten. Vanavond, dan op iets meer plaatsen, een paar opklaringen. Maar nog altijd met een noordelijke aanvoer van de Noordzee. Wolkenvelden die het land binnentrekken, en langzaam dalende temperaturen. Morgen hetzelfde verhaal. In het noorden vooral bewolking, in het zuiden af en toe de zon. En de temperatuurverdeling is er ook naar 18 graden in de kop van Noord-Holland tot 22 in Limburg. Het kwikwind, dus wel hier en daar een gaatje. En dat gaat verder door, want woensdag gaat de wind draaien. Eerst naar een noordoostelijke richting en later wordt de wind zuidwestelijk. Dat betekent meer ruimte voor de zon en hogere temperaturen. In de loop van de week neemt de kans op een enkele bui wel toe, maar dat zal met name in het binnenland het geval zijn en de hoeveelheden zijn voorlopig beperkt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl